Voor andere tijden over naar het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Zondag gaat die echt van start. De nieuwe Nederlandse serie over de Tweede Wereldoorlog in ons land. De oorlog. Reden om vanavond nog eens terug te kijken naar het oervoorbeeld van zo'n serie. De bezetting. Uitgezonden tussen 1960 en 1965 onder leiding van natuurlijk Lou de Jong. Hoe televisie erin slaagde van die vijf verscheurende jaren oorlog voor het eerst een samenhangend beeld te geven. In de Nederlandse huiskamer, maar ook in sommige Duitse. En op Soestdijk, waar Klaus von Amsberg voorbereid werd op zijn rol van Nederlandse prins. Jullie hebben natuurlijk de afgelopen jaren veel over de oorlog gelezen. Je hebt ervan gehoord van je ouders of van kennissen. En ik zou je willen vragen, doet je dat wat? Vind je het vervelend? Vind je het spannend? Ontroert het je? Boeit het je? Nou, ik heb al die verhalen voornamelijk ervaren als spannende avontuurromans. Waar vooral de humor een zeer grote rol speelde. Mm-hmm. Spannende verhalen van leraren die uit het concentratiekamp ontsnapten en op het laatste moment weer gepakt werden en weer terug werden gebracht en zo. En ook de verhalen die ik thuis gehoord heb, had eigenlijk nooit de tragische ondergrond die je van een oorlog eigenlijk verwacht. De Tweede Wereldoorlog voor een jongere in 1960, goedenavond. Een uitzending bij de dodenherdenking van dat jaar. De oorlog was 15 jaar voorbij en in die jaren was er niet zoveel over gepraat. De wederopbouw ging voor. We keken vooruit, niet achteruit. En we deden niet kleinzerig. Die tragische ondergrond die je van een oorlog verwacht. Ach, een jongensboek was het. Dat kreeg iets ongemakkelijks natuurlijk. Zeker voor de ouderen die beter wisten. En daar kwam nog iets ongemakkelijks bij. Als het ging om ons beeld van de bezetting. Wiens beeld moest dat zijn? Dat van de communisten die als eerste openlijk verzet hadden getoond? Van de NSB'ers die juist hadden meegelopen? Van de Joden die alles waren kwijtgeraakt? Van de mensen die er juist zonder kleerscheuren waren doorgekomen? Al die beelden leefden naast elkaar, zelfs als concurrenten tegenover elkaar. Vrij pijnlijk eigenlijk. En het ontbrak aan een totaalbeeld. Dat was de situatie rond 1960. Haast niet meer voor te stellen, maar er was gewoon geen nationaal beeld van de oorlog. Dat moest nog gemaakt. En dat maken, dat zou beginnen bij het nieuwe nationale medium, de televisie. Onder leiding van regisseur Milo Anstad en vooral historicus Lou de Jong, de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Twee Joden die in 1940, 1945 hun familie hadden verloren, gingen voor om hun land een beeld te geven van die jaren. Het persoonlijk archief van Lou de Jong heeft altijd bij hem thuis gestaan tot zijn overlijden. Nu staat het hier. En daarin zitten de vroegste manuscripten van de bezetting. Hij heeft het met de hand geschreven, dat deed hij altijd. Zijn secretaresse, die als enige zijn handschrift kon lezen, die heeft het uitgetikt. Wat is de eerste zin? De eerste zin is de meidagen van 1940. Iedereen die ze beleefd heeft als bewust mens ziet boordevol herinneringen. Ik woonde toen in Amsterdam aan het Surinameplein. En iedere keer als ik daar nu nog voorbij kom en ik kijk naar boven, dan weet ik, daar was ik in die ochtend van de 10e mei om 4 uur. We werden gewekt, mevrouw en ik, door de bommen. En zij was de eerste die de conclusie trok, het is oorlog. Lou de Jong wilde met de bezetting eigenlijk een monument oprichten voor wat er in de oorlog was gebeurd. En monument letterlijk haast een audiovisueel monument met gebruik maken van het nieuwe medium televisie wilde hij de bevolking voorlichten. Zoals hij dat zelf zei, van iedereen heeft in zijn eigen straat wel meegemaakt wat er is gebeurd, maar wat is er nou in die andere straten gebeurd? De informatie
over de details was betrekkelijk chaotisch. En het was wel wenselijk om langzamerhand daar enige orde in te brengen. Dat was de taak van het Rijksinstituut. Maar die waren bezig om al het materiaal te verzamelen. En het eerste materiaal dat voorhanden was, dat kwam beschikbaar voor dat programma. Het moest een monument worden ter nagedachtenis, maar ook als voorlichting voor de jeugd die nog zo weinig van die oorlog afwist. Bevrijd worden na 5 jaar onderdrukking. Hoe stel je je dat voor? Ik denk dat alle mensen die op een of andere manier in de oorlog benadeeld waren, vrij blij zouden zijn geweest, opgelucht. En wel vooral omdat ze al datgene wat ze in die 5 jaren van onderdrukking niet hebben kunnen doen, wel weer konden doen. Ik denk dat het in het midden of in het voorjaar van 1959 wel geweest is dat we echt aan de slag moesten. Ik werd gevraagd, ook als assistent van de producer, om een deel van die voorbereiding te doen. En dat was voornamelijk het zoeken en verzamelen van filmfragmenten die nodig waren. Het zoeken van foto's en het invullen van het beeldmateriaal. Een van de dingen die mij zeer is bijgebleven is het afvoeren van Joodse mensen die naar Duitsland werden vervoerd. En dat meisje tussen de treindeuren en de trein rijdt weg. Ik kan me er goed herinneren hoe mooi het beeld was. En dan kwam dat archiefmateriaal daarin. Dat kende je niet. Er was heel weinig archiefmateriaal daarvoor over de oorlog. Dat was volstrekt onbekend. En dat archiefmateriaal, dat was natuurlijk een van de fascinerende elementen van die serie. 7 uur 's avonds. In zijn secretarie van staat wordt Mussert gearresteerd. De oorlog is echt op de agenda gezet door die uitzendingen. Nou, dat was een belevenis. Daar ging je voor naar vrienden, naar kennissen. Of zoals mijn ouders dan. Die schaften daar een televisie voor aan. En gingen daar naar kijken. Dan wil ik u even laten zien hoe in dit gebied de Nederlandse troepen waren ingeplaatst die de verdediging moesten voeren. Er waren in de eerste plaats grensbataljons. Grensbataljons die dus een soort veiligheidscordon vormden om onze grenzen heen. Er stonden 3 van die bataljons hier in het oosten. Er waren 5 in Gelderland. Hij werd terecht toen al genoemd de gedroomde nationale tv-leraar. Hij kon dat fantastisch. En het fascineert mij altijd bijzonder hoe hij dat doet. Want hij leerde die tekst dus uit zijn hoofd. En hij zit echt minutenlang, kijkt hij rechtstreeks in de camera. En hij heeft natuurlijk een enorme goede presentatie. Hij schrijft het goed. En dat was gewoon een natuurtalent. Als het rode lampje brandde, dan wist hij dat hij in beeld was. Hè? En hij bereidde zich voor alsof hij het hele uur vol moest praten. Dat moest hij ook wel, maar niet steeds in beeld. Hè? Nou, dit is een van de vele honderden foto's die gemaakt is. En op deze foto kan je mooi zien, het is precies dezelfde foto, dat hij naast de jong werd neergezet terwijl hij sprak. De jong vertelde ook altijd, ja, ik moest ook goed opletten dat het een goede foto er was. Je ziet hem tijdens de uitzending ook wel eens zijn ogen kijken. Dat het allemaal klopte, want het was natuurlijk een belangrijk aspect van de bezetting. Is dat het live was. Dus er kon niets fout gaan. Het moest allemaal in één keer goed. Nou, kunnen we u 20 tellen geven? Maar we krijgen nu een cue van de vloer voor 20 seconden. Goed? Ja. Oké. Okay. Attentie. Start. Dat waren eenvoudig vreselijke dagen in Studio Vitus. Die we 1 dag ter beschikking hadden. Wij schreef dan een scenario. En gaf dat aan Milo Anstad en Ben Klokman. En dan werden die zeg maar 150 foto's die in dat scenario voorkwamen, die werden allemaal vergroot. Die werden op kartonnen borden geplaatst. Ja. Uur na uur verstreek met de mensen van achter de camera's te leren wat ze met elk van die foto's moesten doen. Zo'n programma van een uur moest tegen de avond helemaal een keer de revue hebben gepasseerd. En dan op hoop van zegen gingen we uitzenden. In die 2 woorden de bezetting, daar is alles in samengevat. Het overweldigd zijn.
en de druk en ons verzet. Er zijn twee pijlers. Ten eerste het verhaal van de jongen zelf. En de tweede pijler was absoluut, dat zijn de getuigen. Die allemaal heel opvallend recht in de camera kijken. En hele staf en ik hebben in de laatste weken voor de capitulatie in eind april en begin mei wel in de grootste, allergrootste spanning geleefd. En het is ook begrijpelijk dat die spanning groter was dan zelfs bij de invasie. Omdat voor ieder Nederlander in deze laatste weken het daarom ging of wij en hoeveel Nederlanders wij nog konden redden voor de vrij zekere hongerdood. En daarmee kregen die getuigen een gelijkwaardige status aan de jong. Dat merkte ook de minister-president van dat moment, de Kwaai. In de oorlog was hij een van de oprichters van de Nederlandse Unie geweest. Een beweging die een vorm van samenwerking met de Duitsers voorstond. Over die Unie sprak in de bezetting de beroemde historicus Pieter Geil. Welmenende lieden, zeker wel. Maar hun naïviteit, het vriendelijkste woord dat ik bedanken kan, was verbluffend. En zij hebben geen verheffende bladzijde in het boek van onze vaderlandse geschiedenis geschreven. Je ziet dan ook dat die schuldvraag ook in de politiek belangrijk wordt. Hè? De Kwaai wordt in de uitzending van de Nederlandse Unie behoorlijk hard aangepakt. Dus daar krijgt hij een smetje van. Het feit dat het werd aangekaart, dat was gewoon niet chic in die dagen. Dat kon je niet maken. Er kwam een discussie over toezicht, waarbij op een bepaald moment zelfs de voorzitter van de NTR, Schuttenhelm, roept van nou, we moeten toch maar eerst eens goed van tevoren naar de scenario's kijken, want zo kan het ook niet. Daar wordt de Jong woedend over en weet dan in die discussie zo de overhand te krijgen dat hij in feite daarna vrij spel heeft. Het is dus nooit een belemmering voor u geweest om als directeur van een staatsinstituut u zelf politiek te uiten en te profileren? Ik heb dat nooit als een belemmering gevoeld. Misschien heeft men het bij de regering wel eens als een belemmering gevoeld. Maar ik heb het toch in die jaren erg kunnen waarderen dat men mij rustig mijn gang heeft laten gaan. De grote rode draad door alle programma's heen is het verzet. En de wijze waarop wij zeer dapper daar verzet hebben gepleegd als Nederlands volk. Bernard IJzerdraad begint met het rondsturen van zijn eerste geuzenberichten, waarvan de korte inhoud was: de strijd gaat door. Tegelijk met de onderdrukking begon ook het verzet.